En waar gaat dat wol naartoe? De wol, waar gaat dat naartoe? Ja, fabriek. Ja? Een paar jaar geleden ging het veel naar Azië toe. Er werd het daar verwerkt tot halffabrikaat, vijffabrikaat en dan kwam het weer terug in Nederland. Ja. Daar werd het gewassen. En waar wordt het dan voor gebruikt? Ja, kleding, veel, tapijt, ja. Isolatie. Als je wat in de winkel koopt, is 50 keer wel duur, maar 500 krijgen we niks. Nee? Dit brengt een kwartje per kilo op. Het is heel veel in de handel, hè? Nee. En dan moet er alles voor doen ook. Ja, het moet erop. Ja. Ja, inderdaad. Kwartje. Ja, ik denk dat het van deze kant, dan ga ik hem even kijken. De zaak is dat je de machine zeg maar, vlak uit de eroverheen haalt. Ja. Dus niet steken en niet zo en niet over de wol gaat. Zeg maar. Nooit op het vuur kijkt, hè? Je moet eigenlijk de huid volgen. En dan moet je eigenlijk omhoog gaan, hè? Dan heb je punt naar beneden. Je mag eigenlijk niet aan de wol trekken, dan zou je die huid doorknippen. Nee. Helemaal naar achteren pakken, dat is helemaal niet. Nee. Gewoon al. Weer de punt naar beneden te houden. En dan blijf je een laagje op zitten. Er gaan heel wat jaren overheen. Voordat we... Ja, maar dit is volgens mij het derde jaar ja. Dat jullie nu schapen, dat we nu schapen inzetten. Zie je al verbetering? Ik zie wel dat het minder wordt, maar het zal niet snel kwijt raken. Nee. Maar, ja, ik denk dat het mooie is dat we het in de hand kunnen houden, dus het kan niet verder uitgespreiden. Ja. Dus dat is het om te zeggen, nou het is nu al weg, dat gaat er niet door. Nee. In Vlaardingen een project gaat in de Vlaardingen, daar zijn ze nu 8 jaar bezig en daar zie je echt al resultaten dat gewoon dat weg, zo dat goed als weg is. Ja. Dan ben je 8 jaar verder. Ja, dus je ziet echt wel een aanhoud. Ja. En je schijnt ook verschil in schapen te hebben, dat de een krijgt de blaren van de ander niet, hè? Nee, je hebt de grote berenklauw en de kleine berenklauw. Ja, ja. Die neemt ze eigenlijk. Ja, maar ik hoorde dat... Dex aan de voet. Dex aan de voet.